van mijn tweeën en ook in naam van alle spelers en technische staf wens ik jullie vooral een gelukkig nieuwjaar toe. En ook een hele goede gezondheid. De voorzitter heeft het ook al gezegd en die heeft eigenlijk al veel gezegd, geen dat ik ook ging zeggen. Maar... Oké, ik ga proberen toch nog ergens Emma als advocaat te dribbelen. Hè? Dus ik ga dan proberen iets kunnen extra te geven. Wat dat betreft ben ik een gelukkig man. Als je ziet wat dat we in ons beginjaar nu als trainer al verwezenlijken. En wie weet, wat komt er nog allemaal? Ik denk dat we daar echt wel mogen mee bezig zijn. Dat we er echt mogen in geloven om nog zoveel successen bij elkaar te spelen. En de spelers hebben dat vooral gisteren terug getoond. Wat ze allemaal in hun mars hebben. En ik ben echt heel fier om trainer te zijn van KV Kortrijk. En ik hoop dat ik ook nog heel veel jaren jullie ter dienst kan zijn. Omdat ik je mij hier goed voel. Ik zit hier ook al ondertussen 7 jaar. En waar dat je goed zit, moet je niet weggaan. Dus wat dat betreft ben ik heel tevreden met al hetgeen die hier gebeurt. En voorzitter heeft ook al gezegd, we kunnen altijd dromen van meer. En we hebben misschien niet zo heel veel budget en al die de centen en zo. Maar we hebben wel ons clubje waar dat iedereen zijn best voor doet. En waar dat iedereen echt alles in de strijd werpt om resultaten te halen. En ik zie hier zoveel enthousiaste gasten dat ik wekelijks eigenlijk soms op training zie. Die dan toch hun hart voor KVK tonen. En iedereen onder jullie zit nu naar mij te kijken van wat gaat hij nog allemaal zijn? Gaan we kampioen spelen? Dat zal misschien wel te veel gevraagd zijn. Maar we kunnen ervan dromen. En ik weet gewoon dat we op de goede weg zijn. En dat ik heel veel vertrouwen heb in Hans de ploeg, in Hans de spelers. En misschien is dat om af te sluiten dan. Zou ik de spelers willen bedanken met een hartelijk applaus van jullie. Voilà, geniet van de receptie. En zaterdag, jullie gaan ons naar de winst roepen, hè. Schreeuwen, hè. Okay.